Hallo iedereen voor de nieuwe video. Wat jouw uitdaging is voor de maand december. En dit is de video voor de luchttekens. En we gaan beginnen met Waterman. Dus ofwel is jouw noordnode in Waterman. Of Waterman in het elfste huis. We gaan zien wat dat de uitdaging is voor jullie. Wat is de uitdaging? Oké, okay. Oh, het zijn er drie. Ik dacht dat er maar twee waren. We hebben Power met Understanding Reality. En lang ondersteboven. We gaan zien wat de rest zijn. Die liggen ook al ondersteboven. En heel fijn. Dit is de hoge priesteres met perceptie. Hidden powers, reflection of ideas, knowledge. Maar ligt ondersteboven. En Hierophant, trainer, wisdom, understandings en mentoring. En twee keer understanding. Oké, okay. Dus de uitdaging, of hetgeen wat eigenlijk gaat mee, dat mijn gevoel nu vooral geeft, of wat ik hoor eigenlijk liever, is dat, kijk, hier heb je understanding van Hierophant, trainer. Dat is hetgeen dat je nu al kent, de manier waarop je het nu al doet. Maar dan hebben we de hoogpriesteres, dat is meer vanuit de vrouwelijke energie. En dan hebben we hier ook knowledge. Hidden powers, dan hebben we hier power, understanding. Dus het gaat erover dat de grootste uitdaging of waar je onbewust over bent voor de maand december, is dat je eigenlijk meer lessen gaat gaan leren. Om te leren over waar dat jouw kracht nu exact zit, wat dat exact de manier is waarop dat het leven werkt. En dat is meer en meer vanuit de vrouwelijke geheelde energie. En veel minder vanuit de mannelijke energie. Dus in die zin dat de mannelijke energie niet leidt. En eigenlijk moet ik dat met mannelijke energie vooral ook zijn met ego en de mind. Daar gaat het eigenlijk voornamelijk over. Dus zie wat krijgen we nog. Dark Night of the Soul, Life Brings Meaning, en ondersteboven Love and Light, Act with Care. Ja. Eigenlijk is dat hetzelfde boodschap als dat we daar zien. Dus de dingen, de obstakels die je meemaakt, die je nu gaat ervaren, of die je aan het ervaren bent, in nu misschien al een stuk december, ga je merken dat de ervaringen die je hebt, er zijn om jou in een nieuw bewustzijn te doen, om in jou een nieuwe fase te brengen, om te tonen hoe dat leven anders kan gaan dan dat je altijd hebt ervaren of dat je eigenlijk van bewust van bent. En dat het is oké om te kiezen voor licht en liefde en om vanuit zorg voor jezelf vooral je leven te gaan vormgeven. En dus dat wil ook zeggen dat je dan misschien mensen ook moet loslaten of... ja, ik wil niet bewust zeggen achterlaten, hè. Dat is hoe dat we het ook gewoon zeggen, maar gewoon mensen loslaten, mensen de ruimte geven, mensen hun eigen pad laten lopen, terwijl dat jij zorgt voor jezelf. Zien wat dat jouw talent en jouw kracht is voor december, om met deze les of deze uitdaging om te gaan. Wat is het talent... en kracht, ja, dank u wel. En er een heleboel. We hebben Anunnaki Light Code. Energetic shift, new information, end of a cycle. Ja, dat is eigenlijk ook weer de bevestiging dat we eigenlijk een stuk verder gaan in de evolutie. En het gevoel dat ik er ook bij kreeg, is dat je de dingen die je tot nu toe ervaren hebt, was een onderdeel van de karmische lessen die je moest leren. En ook van de karmische ballast dat je eigenlijk mocht, kwam hier afleggen. Lemurian Seed Code, Embracing Sensitivity, Uniqueness and Living with Grace. Nu, we denken ook aan deze kaart. Zie, ook de paarse kleur. Misschien dat je zelf weet dat je ergens ook verbindingen hebt met Lemurië. Dat je daar een aantal levens hebt gehad. Maar vooral wat ook belangrijk is dat Lemurië, daarin stond de vrouwelijke energie centraal. Daar werd het leven... vanuit de geheelde vrouwelijke energie vormgeven, waarin dat bijvoorbeeld bij Atlantis veel meer de mannelijke energie centraal stond.
Dan hebben we I Am Presence, Light Body Activation, Accessing the Divine Within. En, zien of je het allemaal kan zien, Halls of Learning, Spirit Guides, Confirmation, Great Lessons. Dus je ziet dat eens dat je doorheen het proces gaat, of eigenlijk zou ik moeten zeggen, eens dat je het proces aanvaardt voor wat het is, en het ziet als een volgend level, een volgende stap in jouw bewustwording, dan ga je ook merken dat je veel meer in je kracht gaat kunnen staan. En dat je gaat leren dat waar je ware kracht ligt, want daar gaat het over. Waar ligt je ware kracht? Waar je je kracht hebt verkeerd, op de verkeerde manier hebt gebruikt, ook in vorige levens, ga je nu leren jouw kracht, jouw energie op een goede manier te gaan gebruiken. Een goede manier in functie van het licht en liefde. Licht en liefde voor jouw leven. En dat gaat ervoor zorgen dat je niet alleen vanuit genade je leven gaat vormgeven, maar dat je jouw gevoeligheid en jouw uniek zijn gaat kunnen zodanig op een manier vormgeven dat jouw ziel, jouw essentie doorstraalt in alles wat je doet, in alles wat je hier verder vormgeeft. Dus je grootste talent en je grootste kracht hier is eigenlijk gewoon erkennen en aanvaarden dat dit gewoon een volgende fase in jouw groei is. En aanvaarden dat je in de school des levens zit. En dan ga je sneller doorheen die andere uitdagingen gaan. Wat is extra advies nog? Maar dus weet dat de obstakels die je gehad hebt, dat die ten einde zijn. Want die maken deel uit van een vorige cyclus in je leven. En nu ga je eigenlijk op een nieuwe manier vanuit je hogere zelf, vanuit de hogere energie je leven kunnen gaan vormgeven. Je gaat ook merken dat dingen die je vroeger gedaan hebt, dat die nu niet meer werken. Dus dat die niet meer dezelfde resultaten gaan brengen. En dat is dus met deze reden. En wat kregen we nog? The Oracle's Gift en Divine Matrix. Ja, dat is eigenlijk hier hetzelfde, zie? Die cirkel en dan hier die dingen. Dus je gaat eigenlijk, wanneer dat je ervaart en aanvaardt liever, dat alles gestuurd en geleid wordt vanuit het iets hoger en iets krachtiger en iets wijzer dan dat wij allemaal maar een klein deeltje van zijn, dan ga je zien dat je kan wegstappen uit het oude, uit de oude 3D-wereld, uit het oude, de wereld waarin dat dualiteit de rode draad was, en ga je veel meer je leven kunnen gaan vormgeven vanuit de eenheid in jezelf, vanuit de eenheid met je ziel, en ook onder leiding van je hogere zelf en je spirituele team. Wetende dat wanneer je tegen dingen aanloopt, dat je daar dingen gaat kunnen gaan insturen. Dat je daar dingen voor anderen ook van invloed gaat kunnen zijn. Bijvoorbeeld, toen we denken aan, vanochtend was ik getuige van een ongeval, een auto en een fietser. En onmiddellijk was mijn reflex om hulp te sturen, om hulp te vragen, om energie te sturen. Want praktisch gezien kon ik op dat moment niks doen. Omdat er al genoeg mensen aanwezig waren. Maar dat is tegelijkertijd waar dat jouw kracht ligt. Je hoeft niet altijd iets te doen in het fysieke wat je vroeger geleerd hebt. Wetende dat we allemaal energie zijn, kunnen we ook het fysieke gaan beïnvloeden vanuit die energie. En ik heb geen idee wat dat mijn hulp op energetisch vlak betekent voor die mensen die in dat ongeval betrokken waren. Het was gelukkig, het zag er niet ernstig uit. Maar niet tegenstaande. Het blijft een ongeval. En ik begreep ook dat die dingen gebeuren met een hogere reden voor die mensen betrokken. Maar dat wil daarom niet zeggen dat we geen hulp en geen energie en geen liefde en aandacht kunnen en zorg kunnen sturen naar die mensen. Ik weet niet waarom dat ik dat moet vertellen. Waarschijnlijk is er één iemand die daar iets moet over horen. Maar dus ja, zelfs als je ongevallen meemaakt, is er altijd iets dat het universum je wil tonen. Al is bijvoorbeeld dat je gewoon je voet verstuikt en daardoor een aantal dingen niet meer kan doen en je leven moet gaan vertragen, dan is dat ook een soort van bescherming van het universum. Dan gaan we over naar de boodschap van de weegschaal. Noordnode en weegschaal. Of je zevende huis.
dus nood nodig in die zeemste huis. Laten we kijken wat dat jouw uitdaging is. Of wat je onbewust over bent voor de maand december. En let op, energie. En dus is fluïde, is vloeibaar. Dus dat betekent dat het kan zijn dat je daar nu al mee geconfronteerd bent of mee bezig bent. We gaan bedoeld met verandering. En Conscious New Life Reborn. Het ligt ondersteboven. Dus we gaan zien over wat het precies gaat. Wat zijn de... Waarover gaat deze hergeboorte? Zie je ook die schorpioen? Waarschijnlijk dat jullie al nu de afgelopen maand al het begin hebben ervaren van dit proces. Die nog meer gaat uitspelen in december. Oké. Even zien. Ja. Dat is een hele mooie bevestiging wat we net gezegd hebben. Je zit dus inderdaad in de overgang van een oude versie van jezelf, een oud leven. Misschien van dat je aan het verhuizen bent. Of misschien van een relatie die ten einde is. Naar het eventjes alleen zijn. Om dan uiteindelijk misschien in de nabije toekomst opnieuw weer in een verbinding te stappen. Dus kijk waar dat past voor jou. En wat zien we dan ook? Living light energy, see the beauty in life. Ja. Dat gevoel heb ik ook. Dat de transitie niet zo eenvoudig voor jou is. Wellicht omdat je een aantal dingen niet begrijpt. En dus vragen ze ook om niet te kijken puur naar de 3D, maar kijk naar de energie. Kijk naar het licht. Je moet ook denken aan kerst en de lichtjes met kerst en al die dingen. Het zou me niet verwonderen dat je ook lichter gaat voelen tegen de eindejaarsperiode. En dan hebben we ook, dat is exact wat we daarnet gezegd hebben, de mind. Weet dat je ook een healer bent. Je bent een healer. En dit gaat ook niet alleen over dat jij een healer bent, voor jezelf. Maar ook dat galactische healers jou bijstaan. In die overgang. En dus dat het belangrijk is voor jou, om terwijl je voorwaarts gaat en verder stapt op je pad, dat je ziet waar dat je eigenlijk nog te veel kijkt naar de 3D, nog te veel kijkt naar de fysieke bewijzen. Want dat zijn die dingen die er gaan voor zorgen, als je dat kan meer loslaten, dat zijn die dingen die er gaan voor zorgen dat die transitie iets vlotter zal verlopen. Dan, wat is jouw talent en jouw kracht om met deze uitdaging om te gaan? Ik voel dat we nog hebben. Wat hebben we? Akasha Records met Clearing Old Stories, Releasing Past Lives, Freedom. Is dat niet exact wat we daarnet aan het zeggen waren? Dus het is belangrijk dat je de tijd neemt, daarom niet per se om te verbinden met de gegevens die in Akasha Records staan. Wat dat wel bevestiging van is, is dat dit, wat je nu doorheen gaat, exact is wat je moet zijn en exact is wat je ziel voor heeft ingetekend om de nodige ervaringen op te doen. En het is belangrijk dat je gaat gaan opschrijven welke oude verhalen heb je even verteld. Wat is dat je allemaal moet loslaten? En hier staat er wel pas lives. Maar het gaat eerder over hoe dat je denkt en wat heb je overgenomen van ouders, van gemeenschappen, van vrienden, van partners, wat dan ook, rond onbewuste overtuigingen. En dat, wanneer je dat gaat gaan releasen, dus gaat bewust over worden en dan uiteindelijk gaat gaan transformeren, dan ga je merken dat je echt in het volgende level kan stappen en dat je jou veel meer vrij gaat gaan voelen. Om dat te doen kan je werken met de groene vlam. Dus de groene vlam is de vlam van genezing en manifestatie. En wat krijgen we hier? Emerald Tablet Activation, Cosmic Ordering, Divine Alchemy en Conscious Manifesting. Dus hetgeen dat ik hier net gezegd heb, dat is een bevestiging ervan. Dus het is belangrijk dat je echt doorheen die healing gaat en ook de tijd neemt om om daarmee bezig te zijn. En om echt daar bewust te worden, dus conscious, bewust te zijn, conscious manifesting, bewust zijn over wat datgene is dat je wilt gaan manifesteren. Wat is die andere wereld? Wat is die andere versie van jou die je zou willen? En dan ga je merken dat doorheen
de initiaties die je gaat krijgen. En ook in al mijn video's zijn er natuurlijk lichtcodes in opgenomen. En door te werken met de vlammen, dat is ook hetgeen dat je hier bijvoorbeeld ziet, dan ga je jouw lichtlichamen gaan verder gaan activeren. Want er staat hier ook Merkaba Activation. Merkaba, dat is ons lichtlichaam. Dan heb je de mannelijke en de vrouwelijke energie. Dat zijn die twee driehoeken. En samen vormen ze eigenlijk ons vervoermiddel. Dat is ook de manier waarop we kunnen gaan astraal reizen. Dat is niet voor deze video. Maar dus wat helpt het ook mee? Het helpt ook in onze ascensie. Omdat jouw frequentie altijd hoger en hoger en hoger aan het worden is. En dat is een goed ding. Dat is een goed ding. Maar het vraagt natuurlijk om heel veel oude dingen, relaties, mensen, systemen, ideeën, emoties, wat dan ook, gewoon los te laten. En los te laten, niet om te vergeten, ja, dat kan. In sommige gevallen is dat zelfs het beste. Maar vooral ook om ruimte te maken voor nieuwe dingen, voor nieuwe verhalen. Als je altijd... ik ben 100% zeker dat we het gezien hebben op YouTube bijvoorbeeld, waarin dat getoond wordt, waarin dat flessen gevuld worden met veel water. En dat een hele tijd duurt voordat dat door gewoon vers water in te gieten, dat in het begin dat verse water ook onmiddellijk vervuld wordt. Maar als je blijft doorgaan, dan ga je zien dat dat water ook uiteindelijk volledig helder wordt. En dat is hetgeen wat we doen in onze ascensie. We zorgen dat we zelf, ons fysieke lichaam, onze energie, zo'n puur, zuiver kanaal worden, zodanig dat de generaties die na ons komen, daar geen last meer van hebben. Deze geen voorouderlijke stukken en lessen en karmische energie moeten uitzuiveren. En jouw extra advies is a burst of magic. En dat is ook hetgeen we net besproken hebben. Van uit de modder kan er iets heel moois ontstaan. Niet alleen de bloem, maar ook, ook jouw energie die verbinding maakt met het hogere. Met de sterren. En het is ook de verbinding tussen aarde en hemel. Dus tussen uw galactische afkomst en uw aardse zijn op dit moment. Dus kijk verder dan dat je neus lang is. Verwacht magie in je leven. Verwacht leuke dingen in je leven. En dan krijg je hier ook nog een keer weer een bloem. Met een lieve heersbeestje, waar dat teken is van geluk. En 9. 9 is het einde, want na 9 komt er 10. Waar dat eigenlijk dan weer een 1 is. Dus weer een nieuw begin. Dus dit is de laatste fase vooraleer dat je helemaal kan jezelf gaan belichamen. En dus eigenlijk vooral jezelf belichamen wil ik niet zeggen dat je eigenlijk jouw zuiverste essentie vanuit je hoge zelf in onvoorwaardelijke liefde in je lichaam kan geïntegreerd worden en dat je van daaruit je leven kan vormgeven. Dus kijk ook op welke keuzes en waar maak je nog keuzes vanuit angst en waar maak je keuzes vanuit licht en liefde. En focus zo vaak als mogelijk op hoe zou onvoorwaardelijke liefde reageren? Wat zou onvoorwaardelijke liefde doen in deze situatie? En dat is jouw weg en jouw uitdaging voor december. En dan hebben we de uitdaging voor, of wat je onbewust over bent voor de maand december, voor de mensen met noordnoden en tweelingen of het derde huis. We gaan eens zien dat jullie boodschap daarin is. Oeps. Dus we gaan eerst deze doen. Dat is Full Journey Progress Pathways. Dus een nieuw begin begint. Of is misschien al bezig. En we krijgen dan energie. 9. Dus einde van dingen. Met flow. En power understanding reality. Oké. Okay. Dus... dan zien we dat de volgende kaart hier. Maar de eerste boodschappen en dingen dat ik hoor, heeft te maken met dat je meer en meer vanaf december, en misschien nu ook al een stuk, gaat leren om jouw realiteit, jouw leven, vorm te gaan geven. Vandaar ook 7. 7, dus 3, 7, 12 zijn bouwstenen van ons universum. Om jouw leven gaan vorm te geven op een andere manier. En dus om te begrijpen hoe dat energie werkt. Daarom ligt deze energiekaart ondersteboven. Zodanig dat je je leven kan gaan vormgeven op een verlichte manier, is hetgeen wat ik hoor. Op een manier zoals een geascendeerde meester zou doen. Ik
Maar eens zien wat we er nog extra over krijgen. Excuseer. Oeh, dat is hier van een andere kaart al. Oké. Weird. Strange. Ik ga hem wel eventjes aan de kant leggen. Ik ga die straks bekijken. En we krijgen hier dus... Living Light Energy. See the beauty in life. Ik ben aan het denken, een van de andere luchttekens heeft dat ook gehad. Deze en die andere ook. Between Worlds, maar die ligt ondersteboven. Maar dat wil zeggen dat je eigenlijk al bijna, ofwel ben je nog niet eraan begonnen, vandaar de Fool card. Ofwel ben je wel al bezig met die transitie te maken, maar zit je eerder aan de andere kant. Ja, het kan beide dingen, beide scenario's zijn. En we krijgen ook nog, shield your energy, look beneath the surface. En hier zie je, see the beauty in life, living light energy. Ik ga nu zien waar het deze over gaat. Ah, ja. Anunnaki light code, energy shift, new information, end of a cycle. Ja, dus het is super belangrijk dat je echt heel bewust gaat worden van hoe dat je denkt over je leven, hoe dat je denkt over de situatie. Want... Er zijn heel veel energetische verschuivingen gebeurd in het collectief. En het gevoel dat ik hierbij krijg, is dat je eigenlijk het voor een stuk nog te veel tegenhoudt. Waardoor je het gevoel hebt dat je constant jezelf moet gaan beschermen, op je hoede moet zijn. En ik snap het, want ik moet zeggen, de laatste dagen word ik elke ochtend wakker met heel veel angstenergie in mijn lichaam. En dat is niet van mijn gewoonte. Dat is niet iets dat eigen is aan wie dat ik ben. Ik heb dat nooit heel hard op die manier gehad. Maar nu, elke ochtend, ik doe mijn ogen open en bang, het is daar. Dus ik weet dan ook dat ik daar iets mee moet doen. Dat dat een reden heeft waarom ik dat zo ervaar. En bijvoorbeeld gisteren ook. Dan ben ik video's beginnen maken en dan heb ik dat uitgelegd wat er gaande is. En dan verdwijnt die energie. En dat is hetgeen wat je waarschijnlijk ook wel gaat hebben. Ik noem het ook vaak wanneer je bewust aan het worden bent en een pad van bewustwording loopt, dan gaan we in het begin een soort van posttraumatische stressreactie hebben. Waarbij dat we, wanneer dat dingen goed aan het gaan zijn, of wanneer dat we over het algemeen een gevoel van vrede en rust ervaren en een soort van controle, maar vanuit vertrouwen en overgave, dat we in het begin nog altijd op ons goede zijn. En het probleem is dat we dat eigenlijk op een onbewuste manier gaan zijn. Want dat zit zodanig in ons systeem en dus in ons lichaam ingebed. En ons lichaam als herinnering opgeslaan in onze cellen. Dat ons lichaam, ons fysieke lichaam, zoiets heeft van... Ja, maar ik moet op mijn goede zijn, maar ik moet hier elk moment mezelf kunnen beschermen. Ik moet elk moment die muur rond mijn hart weer omhoog kunnen trekken. En ik moet elk moment kunnen weglopen. En zeker met wat er gaande is in het collectief in de wereld, wordt die angst, die vibratie van angst, constant terug weer naar iedereen geprojecteerd. Ook al is dat niet onze natuurlijke staat van zijn. En ook al is er niet qua fysieke bewijzen in de wereld, waardoor dat zouden we inderdaad moeten vrezen voor ons leven of wat dan ook. Dus ja, het is oké om je energie te beschermen. Maar meer nog, het is veel belangrijker om ook te gaan kijken van wat is hetgeen dat je ervaart? Wat is hetgeen wat je denkt? Wat zijn die onbewuste patronen, onbewuste gedragingen die je overgenomen hebt van anderen, van de media, van weet ik veel waar? Of dat je gewoon oppikt aan de energie, dat kan natuurlijk ook zoals dat ik heb. Ook dan is het belangrijk dat je het weet. Zeker bijvoorbeeld als je ook een tweelingvlam bent, kan het ook zijn dat je dingen oppikt van je tweelingvlam. En als je het niet onmiddellijk kan transformeren zoals ik jullie geleerd heb, dan is dat een teken dat je er eerst meer informatie mag over ontvangen, vooraleer je de kans gaat krijgen om het volledig te transformeren. Extra talent en kracht. En hier nog één die ertussen zat. Dan hebben we Stargate Heart. Heart chakra opening, unlocking en generosity. Dat is hier wat ik daarnet ook zeg. Als je kan je energie beschermen, maar als je het op de verkeerde manier doet en vanuit de verkeerde beweegredenen doet,
dan ga je ervoor zorgen dat je hartchakra eigenlijk weer volledig op slot zet. En dat is net de bedoeling dat we allemaal met een open hart gaan leven. Dat wil daarom niet zeggen dat we alles aan iedereen, van alles aan iedereen moeten toelaten en toestaan. Nee. De belangrijkste lessen van onvoorwaardelijk liefde is dat onvoorwaardelijk liefde begint bij jezelf. En dus dat betekent ook in belangrijke situaties en momenten wanneer je dat niet meer oké voelt, om hele gezonde grenzen aan te geven en dus nooit jouw energie weg te trekken of weg te stappen van relaties of wat dan ook. Je kan de groene vlam gebruiken. Wat hebben we dan nog? De Divine Matrix, Interconnectedness, Synchronicity en God Incidences. Dat is ook de Flower of Life. Dus hier ook zie je weer dat alles met alles verbonden is. Dus dat is wat ik daarnet ook zei van... als je dingen ervaart, emoties ervaart en je hebt totaal geen idee van waar dat vandaan komt. Of dat is niet iets dat je herkent bij jezelf als zijnde van dat je van nature uit wat gevoeliger bent voor angst. Of dat je meer van nature uit de neiging hebt om negatief te denken of wat dan ook. Ga dan een stapje verder en stel jezelf dan de vraag of stel aan je team, vraag aan je team van toon mij... Wat deze emotie me nu wil zeggen. Wat is hetgeen dat ik moet weten? Wat is het advies hierover? En dan heb ik ook Soul Star Activation. Je ziet ook hier weer de herkenning en de Merkaba die terugkomt. Het staat erop, Fulfilling Soul Contracts, Remembering Who You Are. Ja, om in orde... in orde. Om uiteindelijk in die nieuwe versie van jezelf te stappen, is belangrijk dat je leert wat dat betekent, wie dat je bent. Dat je weet wat dat betekent en hoe dat er dan uitziet om jezelf te zijn in het fysieke leven. Maar je kan wel bijvoorbeeld weten van, ja, ik ben afkomstig van Arcturia en ik heb levens gehad in Lemuria en ik heb dat gedaan en dat gedaan. Maar daar gaat het allemaal niet over. Het gaat erover dat als je inderdaad een ervaring over gehad hebt en codes hebt ontcijferd als het ware en dat geïntegreerd hebt in de... in het zijn van jouw energie, dat dit nu ook in dit leven tot uiting komt. Dus ik zou aanraden voor jullie om met de groene en de paarse, ook de violette vlam, roze vlam, vooral die te gaan werken. Want dat zijn de belangrijkste stukken waar je nu moet aan werken. Dus de lessen rond de groene vlam, de paars-gouden vlam is eigenlijk, dat is die van opstanding, van ascensie. En dan de violette vlam is eigenlijk transmutatie. Dus alles wat uit het verleden is, die eigenlijk alles gaat gaan transformeren en zodanig dat het weg is. De violette vlam is eigenlijk een soort koud vuur. Het is geen warm vuur als je het zou kunnen voelen. Het is een koud vuur die alles... absorbeert, die op zijn pad komt, die niet de essentie heeft van onvoorwaardelijk liefde en eenheid. Heel simpel, kort uitgelegd. Als je meer wil leren over de universele vlammen en over deze krachten, healing en manifestatie toe, dan nodig ik je uit in het programma Universele Vlammen. Dat is een programma die volledig online is, dat je volledig op je eigen tempo kan doen, waarin dat je gedurende 9 weken, al is dat de 9 maanden over doet, dat is ook oké. Maar dus doorheen de lessen van de 7 hoofdvlammen gaat. Ik krijg heel veel transmissies met de hoofdvlammen, maar dus ook met de meer geëvolueerde vlammen al. Zodanig dat je echt verantwoordelijkheid kan nemen voor jouw eigen groei en jouw eigen manifestatie, genezing, healing, ascensie. En dan extra advies voor jullie. Dan hebben we Exposed and Revealed. Kijk, zie welke kleuren ook weer. Het gaat Exposed and Revealed. Remembering who you are. Dus ga naar binnen. Kijk in je innerlijk oog. Ze zijn ook de ogen de ziel. De poort tot de ziel. Of de deur tot whatever dat ook maar is. 2 en 1 is samen 3. 3 is ook een teken van manifestatie. Ga naar binnen. Wens wat dat is dat je wilt. En dan zie dat... Maar ik weet niet meer dat ik ook kan zien... Maar het deurtje van hier staat eigenlijk open. Dus eigenlijk deze vlinder kan gewoon eruit vliegen. Alhoewel dat we heel vaak ook denken dat we gewoon vastzitten. En dus vandaar ook 10. 10 is het einde, maar tegelijkertijd ook weer een nieuw begin. Dus het is aan jou om die keuze te maken. Hier ook. 3 en 9 is 12, maken samen ook een 3. Misschien dat voor sommigen 331, dus 331 een belangrijk cijfer is.
En bij anderen hoor ik 6 januari. Dat is ook een belangrijk moment, blijkbaar. Maar dus, het is belangrijk dat je leert gaan samenwerken met je team. Dat je hulp vraagt, dat je toestemming heeft om jou te helpen. Want als je geen toestemming heeft, kunnen en mogen ze jou niet helpen. Neem de tijd om naar binnen te gaan. Neem de tijd om alle oude stukken achter jou te laten. Sluit de deur achter jou, maar zorg dat je eerst naar buiten bent natuurlijk. Laat je dan leiden door jouw team. Laat je leiden door je hartsverlangen. En ik weet, het is niet altijd eenvoudig, maar hoe meer dat je het probeert en hoe meer dat je het doet, dan ga je met vallen en opstaan zien dat wat dat betekent om een energie te zijn in een mensenlichaam. En dat niet gaat over al de 3D dingen. Het gaat niet over op tijd een rekening betalen. Het gaat niet over de auto waarin je rijdt of het huis waarin je woont. Nee, het gaat over zoveel meer dan dat. En oké, dat zijn allemaal leuke dingen en die mogen er zeker allemaal zijn. Dat ga je mij zeker nooit horen zeggen. Maar zet dat niet als beweegreden of drijfveer om je leven te veranderen. Voilà, ik ga het hierbij laten voor deze video. Ik ga die opladen en ik hoop alvast dat je heel veel liefde en licht mag ervaren op je pad naar onvoorwaardelijke liefde. Dag.